Hi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag met een grote Zeeman shoplog. Namelijk, ik ben laatst weer gewoon wezen shoppen bij de Zeeman hier zo bij ons in het dorp. Dat is best wel een tijdje geleden. Normaal gesproken de Zeeman shoplogs die ik film bestel ik het online zeg maar en daar komt het bij aan. Maar ik moet zeggen, ik vond het zo ontzettend leuk om te shoppen gewoon in de winkel. Want heel veel dingen natuurlijk hebben ze niet online. Heel vaak wisselt het assortiment daardoor wel ook online, maar je hebt niet de accessoires en zo. En ik vind juist dat de Zeeman hele leuke sieraden en haaraccessoires heeft. Dus vandaag gaan jullie daar ook aardig wat van voorbij zien komen. Want ik heb echt weer hele leuke dingen daarin gevonden. Maar een keer dus gewoon echt een Zeeman shoplog met bonnetje en al. Gewoon zoals ik echt al heel lang niet meer heb gedaan. En ik heb er zin in. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Met dat allemaal gezegd hebben, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu in al mijn gekochte items gaan duiken. Ik ga het wel een beetje heen en weer door elkaar heen doen, want ik heb een paar, zeg maar, niet zulke spannende items en leuke accessoires, dus die zal ik afwisselen. Dus niet dat je alleen maar oorbellen en zo achter elkaar krijgt, want dat wordt natuurlijk ook saai. Dus ik ga er een beetje afwisselend doorheen. Als eerste, deze vond ik echt zo ontzettend leuk. En ze waren nu ook nog eens afgeprijsd. Eens even kijken of ik het nog kan zien wat de originele prijs was. Ik zie in elk geval om 1. Ik denk dat die 1 euro was of iets van 1,50. Maar nu waren ze nog maar 75 cent. En ze hebben zo'n soort torso shell-achtige effecten overheen. Hele grote rechthoeken hangen eraan. Met rondjes, zeg maar als studs in de oren. Nu dus afgeprijsd naar 75 cent. En ze hadden er bij mijn Zeeman best wel nog wat hangen. Dus als je deze leuk vindt, raad ik je zeker aan om te gaan kijken. Want ik vind ze echt heel erg tof. Ik vind het echt iets wat je nu overal ziet, wat in is. Je moet zeg maar een beetje, als je naar de Zeeman sieraden gaat kijken, het achtergrondje wegdenken. Want daaraan kan je natuurlijk zien dat het heel goedkoop is en dat het de Zeeman is. Maar de oorbellen op zich zien er echt heel erg goed uit. En iets wat je sowieso bij de H&M of Zara had kunnen zien hangen. Dus ja, ik vind dat de Zeeman hier echt goed mee bezig is. Heel tof. Dan ook heb ik wat sokken gekocht. Als eerste heb ik een setje voor Luc gekocht. Want hij heeft namelijk echt sokken waar letterlijk zijn hele hak uit hangt. En hij koopt geen nieuwe. Ik weet niet waarom. Maar in elk geval, deze voldeden aan al zijn omschrijvingen. Deze zijn wel officieel van het damesgedeelte. Maar Luc heeft maat 39. Hij heeft niet zulke grote voeten. Dus hij kan ze gewoon van de dames zeg maar dragen. Maar deze waren dat stevige wat hij wilt. Want dit zijn namelijk sportsokken. En ze hadden deze in het zwart met blauw. Zoals die ik heb gekocht zeg maar. Maar ook zwart met groen en zwart met roze volgens mij. Dus ik heb de blauw zwarte genomen. En sommige hiervan zijn dus gewoon bijna helemaal zwart. Met wat blauwe details. En één paar is maar blauw. En drie stuks zijn maar 2,50. Is echt heel erg betaalbaar voor sokken. Ik draag persoonlijk altijd ondergoed en sokken van de Zeeman. Ik ben daar heel erg fan van. Dus ja, zeker een aanrader. Deze gaat Luc straks dragen nadat ik dit gefilmd heb. Dan ook deze zag ik voor mezelf. Want ik vond deze zo ontzettend leuk. Hier zo heb ik 5 paar. Maar ze hadden ook kleinere setjes. Van 3 volgens mij. En dan was het iets van, ik weet niet meer hoe duur het was. Volgens mij was dat dan 2,50 als ik het goed heb. In elk geval, ze hadden ook kleinere setjes met allebei de 3 paar, zeg maar, die hierin zit los in een setje. Dat is niet logisch, want dat zouden 6 zijn. Maar in elk geval, je snapt wat ik bedoel. Maar hierin krijg je in elk geval 5 stuks, zijn 3,99. En je krijgt deze koraalkleur, een blush roze, een zwarte, een witte en een meer echt herfstig bruinrood kleurtje. Maar het hele leuke hieraan, wat je duidelijk kan zien, is gewoon de bovenkant. Ik vond de bovenkant zo cute. Vooral als je iets van een jurkje aan hebt en je ziet deze boven je schoenen uitkomen. Ik denk dat dat er echt heel erg cute uit kan zien. Want hij ruffelt namelijk bovenaan heel leuk. En er zit gouddraad doorheen geweefd. Ik weet het niet. Help. Maar het zorgt ervoor dat het er echt heel erg schattig uitziet. Dus vandaar dat ik deze heb meegenomen. Ik had niet per se nieuwe sokken nodig. Maar ik vond ze gewoon heel erg schattig. Ze zijn heel basic alsnog wel voor de rest. Waar ik fan van ben. Er zit niet een druk printje of zo op. Maar de bovenkant is gewoon een leuk detail. Dan ook kocht ik deze super extra haarclips. Maar ik vond ze echt heel erg leuk. Hierin krijg je 2 haarclipjes. De ene is zeg maar een rechthoek. En de andere is gewoon een haarclip zoals we kennen. In een soort driehoekachtige vorm. Deze werden verkocht voor 1,49 voor 2. Maar het hele leuk hieraan is dus, ze zijn goud, maar er zitten allemaal kraaltjes overheen in het lichtroze. Ze zijn een beetje doorzichtig roze. Echt heel erg mooi. En ik denk gewoon heel erg dat het super extra zal zijn met mijn roze haar. Ik denk dat dat er heel erg leuk uit zal zien. Vooral omdat ik soms echt van die hele curly dagen heb. Dat ik bijvoorbeeld een roze jurkje ook erbij aan heb. Ik denk dat het heel erg leuk is. Want ik heb sowieso vaak deze pluk achter mijn oor zitten. Dat ik hier zo'n clip doe. Ja, ik zie het helemaal voor me. Ik vond ze heel erg leuk. Heel erg extra wel, maar
ik hou daarvan. En deze wederom hadden ze ook in verschillende kleuren. Ik ben zelf dus voor de roze gegaan. Dan ook een praktische aankoop heb ik wat hoofdkussenhoezen gekocht. Deze waren 99 cent per stuk. Helaas hadden ze niet dezelfde kleur roze nog over. Ze hadden deze lichtere en een iets donkerdere, zoals je kan zien. Eigenlijk wilde ik gewoon twee dezelfde, maar... helaas. Ik vind het sowieso prettig om meerdere te hebben. Ook om mee te nemen op vakantie. Want mijn haar geeft namelijk af. Het is heel erg irritant in de zin van als je een fel gekleurde haarverf hebt. Dan ja, gaat het gewoon afgeven op je kussenhoes. Ik heb zoveel verschillende merken haarverf geprobeerd. Maar als jij roze, paars, blauw haar hebt. Dat gaat gewoon afgeven. Dat is helaas zo. Dus ik vind het gewoon altijd handig om een paar extra te hebben. Om soms wat extra te wisselen en te wassen. Maar dus ook om mee te nemen als ik ergens blijf logeren. Vakantie gaat. Dat zijn gewoon van die dingen waar je dan even rekening mee houdt. En als je ze koopt bij de Zeeman voor 99 cent, dan is het ook niet zo'n probleem natuurlijk. Dan ook nog iets wat ik heel erg miste als je online winkelt bij de Zeeman. Maar dat zijn de Zeeman kaarten. Want die vind ik namelijk altijd heel erg leuk. Dus dit keer heb ik 3 verschillende gekocht die ik heel erg tof vond. Als eerste een vrij basic, neutrale, genderneutrale kaart met de Happy Birthday. Een beetje gelige achtergrond met allemaal ballonnen. En Happy Birthday is in het goud. En wat ik dus ook zo leuk vind, is dat ze altijd een vrij neutrale binnenkant hebben. Maar wel, weet je wel, met detail alsnog. Dus hier zo krijg je wat ballonnetjes in. Maar er staat niet alvast voor jou iets geschreven. Waar ik heel erg fan van ben. En komt met een bruine envelop. Ik hou altijd echt van die basic kaarten die voor iedereen kan. Gewoon dat je het hebt in huis. Dat je niet weg hoeft om iets te halen. En ik vind het dan fijn dat het gewoon... dit zou zeg maar kunnen voor je vader, maar ook voor je zus. Snap je wat ik bedoel? Dan ook, dit is er ook echt zo één. Ik heb altijd een probleem met dat ik geen blanco kaart heb. Iedereen kent wel die situatie dat bijvoorbeeld je vriendin iets behaald heeft. Iets persoonlijks of zo. En je wil een leuk kaartje, cadeautje geven. Maar bijna elke kaart heeft erop staan geslaagd, gefeliciteerd, happy birthday. Weet je wel, zulke soort dingen. En soms is dat niet van toepassing. Dus als ik een leuke blanco kaart zie, dan neem ik het eigenlijk altijd mee. Omdat die vrij lastig zijn om te vinden wanneer je ze nodig hebt. En ik zag dus deze. Hij heeft een groene achterkant. En er zitten allemaal vlinders en bloemetjes. Takken met bloemetjes overheen. En... zowel de bloemen als de vlinders hebben een goud detail erin. Als je hem heen en weer beweegt, zie je dat heel mooi. Reflecteert het licht echt heel erg tof. Aan de binnenkant heeft deze dus eigenlijk hetzelfde ontwerp nog een keer. Alleen dan zonder het goud en iets meer muted, zeg maar. Dat het niet afleidt van wat je gaat schrijven. En ook deze komt met een bruine kaart. En als laatste qua wenskaarten heb ik deze blauwe met Happy Birthday. En vogeltjes erop en allemaal bloemen in het blushroze, roze en oranje. En als je hem open doet, wederom een soort... muted versie van wat je aan de voorkant hebt zit erin. En voor de rest wit dat je zelf kan schrijven met een bruine kaart. Al deze wenskaarten worden trouwens verkocht voor 79 cent. Wat ik heel erg betaalbaar vind. En daarnaast hebben ze gewoon echt heel leuk. Ik ben er heel blij mee. Echt een aanrader. Ik heb soms de neiging om er langs te lopen als ik daadwerkelijk in de Zeeman ben. Omdat het vaak, ja, staat het bij zo'n molen in het begin. En dan let je er niet op, loop je er langs. Sowieso met de Zeeman en Wibra zijn altijd een beetje rommelwinkeltjes. Waar je boven, onder, overal moet kijken om niet iets te missen. Maar bij deze dus zeker de kaarten zijn aanrader om eventjes te kijken. Ik ben er heel erg fan van. Dan ook kocht ik een setje vrij simpel met 3 gouden ringetjes. Is maar 99 cent. Is dus wel iets duurder dan de Action. Maar ik was laatst vergeten om een zilver variant toen mee te nemen. En nu was ik bij de Zeeman. Zag ik ze hangen. Dus heb ik ze gelijk meegenomen. Bij de Action volgens mij is het 5 paar voor een euro. Dus bij de Zeeman 3 voor een euro. Natuurlijk allebei heel erg voordelig. Laten we eerlijk zijn. Maar dat je het weet. Staat op nikkelvrij. Ik kan daar niet tegen zeggen of dat daadwerkelijk zo is, want ik heb geen nikkelallergie. Ik neem aan, mijn zus heeft dat wel namelijk, dat dat misschien in het begin is, maar dan over tijd dat je er niet meer tegen kan, zeg maar, als dat laagje weg is. Maar ja, gewoon simpele ringen, echt weer heel erg blij mee. Zo, ik heb vandaag toevallig ook simpele zilveren ringen in. Ik raak die dingen gewoon altijd kwijt, omdat ik ze zo vaak draag, want het is zo makkelijk, omdat als je echt even snel de deur uitgaat en je wil de oorbellen in, dan passen ringen altijd overal bij. Dus vandaar dat ik ze altijd in mijn tas heb en kwijtraak en in de auto laat liggen. Weet je wel, het ligt echt overal bij mij. Mij heeft het zeg maar het haarspelden gehalte. Weet je wel, dat je haarspeldjes overal kwijtraakt ook. Of sokken. Deze zijn er ook één voor mij. Dan ook kocht ik wat scrunchies, want ze hadden namelijk hele leuke. Deze waren 1,29 voor 2 stuks. De eerste die ik meenam, deze waren gewoon heel fleurig. De bovenste, die heeft zo'n soort ribbeltjes effect er ook nog eens in zitten. En krijgen we echt alle kleuren van de regenboog. Rood, groen, blauw, geel, roze. Je ziet echt elke kleur erin voor
voorbij. Heel erg leuk, word heel erg vrolijk van. Dit is zeker iets, als ik op een tropische vakantie zou gaan, dat ik deze in zou doen. Ik denk dat die daar perfect voor is. En die daarachter is wat meer muted in kleurtjes. Is groen, roze, licht roze met blauw. Is een meer muted, schattige variant. Die denk ik ook echt heel erg goed met mijn haar zal gaan. Dus ja, ik vond dit eerste setje heel erg leuk. En maar 1,29 voor twee paar vind ik echt niet duur. En ze zien er echt goed, kwalitatief goed uit. Dan het tweede setje daarvan die ik kocht was deze donkerrode met wit, groen en zwart zit er doorheen. En deze komt met de tweede als een vrij neutrale lichtroze. Daar deed ik het vooral voor. Ik dacht dat die namelijk echt perfect zou zijn. Wederom met mijn haar. Dus ja, dit is het tweede setje dat ik had gekocht. Dat was heel onder de indruk. Ze hadden super veel opties hierin. Ook meer degelijke, weet je wel, gewoon zwart, wit, bruin, grijs. Zulke soort hadden ze ook. Maar ze hadden ook echt heel veel leuke, vrolijke printjes. Zeker ook een aanrader. Heel leuk. Dan een paar oorbellen die echt heel erg Noël waren. Ze hebben wel, als ze zeg maar, ze hebben grijze achtergrond. Dus daardoor zie je de kleur wat minder. Maar het zijn vrij doorzichtige, lichtroze stenen. Het is een hele aparte kleur. Ze zijn zeg maar haast kleurloos. Maar er zit een roze gloed in. Het is dus een kleiner vierkant steentje wat in je oor gaat. En het metaal eromheen is goudkleurig. En daaronder krijg je een grote stenen. Het is echt zo'n dikke gemstone idee. Het is ook echt 3D en dik. En deze wordt verkocht voor €1,49. Ik vond ze gewoon echt heel erg leuk. Deze hadden ze alleen in de roze variant. Maar zoals jullie weten heb ik een obsessie met roze. Dus daar had ik geen probleem mee. Dan ook. En deze had ik gewoon even nodig. Ik had namelijk gewoon echt haar elastiekjes nodig. En de komende tijd ga ik niet meer naar de Primark. Omdat ik nu heel erg druk aan het werk ben. En daarna gaan we op vakantie. Dus het duurt weer eventjes voordat ik naar de Primark ga. Dus ik heb dit pakje meegenomen met haar elastiekjes. 49 cent. En er staat niet op hoeveel je krijgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Er zitten er 12 in. Simpel zwart. Maar dit zijn van die elastiekjes waar ik altijd het meest fan van ben. Namelijk zonder zo'n ijzertje. Die zijn namelijk echt heel erg slecht voor je haar. Naast dat ze dan ook gewoon sneller breken, vind ik altijd. Heb je ook gewoon dat je haar erachter blijft hangen. Dat het in je haar snijdt. Dat je haar door afbreekt. Ik kan het je heel erg afraden vooral. En voor 49 cent, weet je, je hoeft ook niet te laten. Je kan zulke betere voor je haar ook gewoon dus kopen bij de Zeeband, bij de Action. Volgens mij de Action niet. Bij de Primark wel. Dus ja, is gewoon echt wel een aanrader om dat te doen. Deze had ze in het zwart en in het bruin kleurig, voor zover ik had kunnen zien. Dan ook het laatste paar oorbellen wat ik heb gekocht. En dit waren de enige Halloween oorbellen die ik zag hangen. Ik moet zeggen, volgens mij moest de Zeeband in elk geval hier in Bokstel nog de Halloween spulletjes buiten zetten. De Xenos ook nog. Sommige filialen zijn gewoon iets later. In elk geval wanneer ik dit film trouwens, jongens. Want als jullie deze video zien, ik ben op dit moment vooruit aan het filmen. Waarschijnlijk als je deze video ziet, heeft de Zeeman al wel Halloween in de winkel. Maar toen ik ging alleen hadden ze dus deze. Maar ik vond ze wel heel schattig. Het zijn hele kleine oorbelletjes met zwarte spinnen en een rood steentje erin. Zoals veel van jullie weten ben ik dol op Halloween. Het is echt my time to shine. Ik hou van de horrorfilms die dan uitkomen. Ik hou van de herfst, pompoenen. Ik leef ervoor. Dus ja, dit is er 100% eentje die ik zal gaan dragen rond die dagen. Ik vind dat gewoon echt heel erg leuk. En deze zijn dus maar 99 cent voor deze cutie spiders. Dus als je iets leuks wilt dragen voor Halloween, maar niet te, denk ik dat dit een goede optie is. Of je houdt gewoon van spinnen, hè. Dan kan je dit ook gewoon elke dag dragen, vind ik persoonlijk. Ik heb daar, ja, dit zou ook gewoon zoiets zijn dat als het bij mijn outfit past, zou ik het gewoon dragen persoonlijk. En als laatste, ik was hem bijna vergeten. Want hier zat namelijk alle items in. Want de tas die jullie in de thumbnail ziet, die heb ik altijd al. En ik koop niet, ik hou er niet van om onnodig tassen te blijven kopen. Maar ik was vergeten een tas mee te nemen om de spullen mee terug te nemen. En toen zag ik deze cadeautas. En ik vond hem gewoon echt heel, heel erg leuk. Hij werd verkocht voor 79 cent. Hetzelfde als de wenskaart. Ze hadden heel veel varianten. Maar wederom vond ik deze heel leuk. Omdat het gewoon voor iedereen kan. Er staan allemaal facemutjes in. In alle kleuren van de regenboog. En de achtergrond is gewoon simpel wit. En hier zo in had ik dus al mijn aankopen gedaan. En zo ben ik teruggelopen naar de auto. Dus het werkte ook nog eens top. Maar nu ga ik hem netjes opbergen. En dan ga ik hem een keertje de cadeautjes in doen als ik voor iemand cadeautje heb. Ik vind hem echt heel leuk daarvoor. Nou, dat was dan alles wat ik deze keer heb geshopt bij de Zeeman. Een beetje van alles nog wat. Best wat sieraden, dat weet ik. Maar ik vind gewoon echt dat ze daar hele leuke dingen in hebben. Je moet wel echt graven. Sommige heb ik echt, weet je wel, dat je zo'n hele rij eruit moet halen omdat je de achterste wil. Dat gebeurt mij altijd. Maar je moet eventjes zoeken.
zoeken. Maar dan bij de Zeeman kan je echt voor zo'n klein prijsje hele leuke sieraden vinden. Laat me trouwens ook vooral hier zo onderachter weten wat jouw favoriete item is. Wat ik dit keer heb geshopt. Want ik vind dat ik dit keer echt een heleboel leuke dingen ertussen heb zitten. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn. Als je mij maar opvalt. En wie weet, zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!